We staan in de AC en hier is een tentoonstelling van uw vader, Piet Schoenmakers. Ja. Vertel eens, wat is het voor een man? Piet Schoenmakers was een beeldend kunstenaar. Hij is in Roermond geboren. Hij had aanleg voor tekenen. Hij ging naar de Rijksacademie in Amsterdam. En is daar afgestudeerd. Heeft zelfs de Prix de Rome gewonnen daar. Dat is toch een vrij unieke prijs. En dat was rond de oorlogsjaren. Na de oorlogsjaren bleek dus dat bij dat grafische en dat tekenwerk dat er weinig geld te verdienen was. En hij is toen bij de keramische industrie Sint-Joris is hij kunstwerken gaan maken. Eerst klein, religieus werk. Later monumentaal werk. Vooral toegepast tijdens de wederopbouw dat nieuwe gebouwen werden gebouwd. En er was altijd een klein budget om die gebouwen te versieren. Dus monumentaal werk bij Sint-Joris, dat op een bepaald moment toch een netwerk opgebouwd. Hij is al heel erg lang kunstenaar. Hè? Ja. Daar is ook een ontwikkeling in zijn werk. Kun je iets over zeggen? Ja, nou, we kunnen het eigenlijk splitsen. Hè? De opdrachtwerk en het vrije werk. Het vrije werk heeft hij hoofdzakelijk na zijn 65ste gemaakt. Daar heeft hij geschilderd, getekend, geboetseerd, ook met andere materialen gewerkt. Want hij pakte het heel breed metier aan om kunst te maken. Dat vrije werk, dat hangt nu hier. Maar hij heeft ook heel veel opdrachtwerk gemaakt. En dat opdrachtwerk, dat bestond in eerste instantie uit keramisch werk. En allengs kwam daar monumentaal werk van die gebouwen bij, maar ook andere zaken zoals glas en lood, reliefs in beton, reliefs in koper, het ziekenhuis in Rotterdam. En hij werkte dus door heel Nederland en ook enkele werken buiten het land kreeg hij ook een opdracht. Hij had dus een heel breed netwerk opgebouwd op zijn 65ste en maakte dus heel verschillende zaken. Hij werkte ook heel lang door de week, was veel op reis voor die werken door het hele land te kunnen opdracht verwerven, maar ook te kunnen plaatsen. En hoe was het voor hem om in opdracht te werken? Ik weet niet in hoeverre kunstenaars dat altijd prettig vinden. Nou ja, hij had een netwerk opgebouwd en vanuit dat netwerk kwamen vragen. Ja. En als je gevraagd wordt, dan heb je ook een beetje in de pap te brokkelen van, ja. Om je eigen stijl in die kunstwerken te leggen. Maar, dan moet bijgezegd worden, hij was wel zo, van als hij voor kleuterscholen of lagerscholen wat moest maken, dan maakte hij altijd kunstwerken, bijvoorbeeld in keramiek, met vrolijke kleuren en herkenbare motieven. Paardjes, mannetjes, zonnetjes, dus dat die kinderen daar dat konden benoemen en ook konden van genieten. Bij zo'n doelgroep is het niet zo verstandig om heel abstracte kunst te plaatsen. Abstracte kunst werd buiten die doelgroep natuurlijk wel veel gemaakt. Zij over het werk wat hier hangt. Het werk wat hier hangt is, zijn schilderijen, een paar tekeningen. We hebben ook een aantal prints gemaakt van zaken die hij gemaakt heeft. Die hij zelf ook tentoon. En die schilderijen zijn dus voornamelijk uit de laatste periode van zijn leven. Hij zat in zijn atelier, vrijwel altijd alleen zat hij te werken. Hij onderhield weinig contacten met andere kunstenaars. Ging wel regelmatig naar musea, dus hij wist wat er speelt in de kunstwereld. En hij heeft een bepaalde richtingen heeft hij gewerkt. Hij heeft veel torso's gemaakt, dus geïnspireerd op vrouwenlichamen.
Hij heeft vanuit de rijschetsen heeft hij schilderijen steeds verder ontwikkeld naar abstractie. Dus van een tekening die je nog heel herkenbaar hebt. Daar hebben we een aantal tekeningen van hangen. En vanuit die tekeningen is hij met schilderen is hij steeds meer abstracter gaan werken. Dat het eigenlijk nauwelijks nog herkenbaar was wat het oorspronkelijke motief was. En binnen die schilderijen ging het erom om rust, spanning, compositie. Al die zaken die hij geleerd had in zijn opleiding en in zijn lange loopbaan, om dat in die schilderijen te behouden. De expositie is vanaf 9 maart tot en met 31. Tot en met 31 maart hier in de AC. Dat is vrije toegang. Door de week, van maandag tot en met zaterdag eigenlijk, is het van 's morgens 9 tot 's avonds 9 te bezichtigen. En zondagsmiddags ook. Dus iedereen is welkom.